Nee. 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 Misschien. Ik heb een beetje stress. Ik heb overmorgen een fotoshoot voor GroenLinks. Dat is samen met andere influencers en bekende Nederlanders als promotie voor de verkiezingen. Heel leuk dat ik eraan mee mag doen. Het is met een hele toffe fotograaf. Ik had hem al even opgezocht op Instagram. Maar ja, nou moet ik dus iets hebben wat ik aan wil doen. Wat ik aan kan doen. Ik denk dat het gewoon deze tuinbroek wordt. En dan misschien met deze hoodie. Er mogen niet hele grote opvallende prints op staan of grote merken. Ja, dit is best wel basic. Maar ik vind het ook wel leuk. Maar ik weet het niet zo goed. Het was super chill dat het hier gewoon bij mij om de hoek is in de Gravina Leek. Ik mocht zelf een locatie doorgeven waar die fotograaf naartoe komt. Dus ik hoef niet zo heel ver weg. Welkom trouwens bij een nieuwe weekvlog. Ben ik in beeld? Ja, jij bent in beeld. Hey, Boeba, jij ook. Oh ja, het is trouwens vandaag al donderdag. Wat elke week een dag later. Ja, echt waar. Ik ben niet eerder begonnen met vloggen, want ik heb best wel veel avonden doorgehaald met werken. Ik ben vanavond ook heel lang bezig geweest. Hoe laat is het nu? 8 uur of zo? Ja, nou, zoiets. Wel. Gisteren ook al hetzelfde om een video af te maken. Negen. Verder hadden we nog een lekkage. Dus er was ook allemaal stress. En zijn we een keer midden in de nacht voor eruit geweest om de vloer eruit te breken. Naar Giel, mijn broertje, is langs geweest om wat gisteren te maken. Had ook op zich kunnen vloggen, maar we hebben niet helemaal aan gedacht. Door de stress en druk allemaal. Maar de lekkage is nog niet verholpen. Dus jullie hebben geluk. Hij komt deze week waarschijnlijk nog wel een keer. En dan zal ik het filmen. Maar goed. Het is vandaag dus donderdag. Ik ga dit even passen. Foto hoog. Nou ja, dit dan. Ik denk dat het er op beeld niet heel veel anders uitziet als wat ik net aan had. Maar vind je het leuk? Ja, ik vind dat altijd wel leuk staan. Met die gele muts erbij. Ik heb dus ook nog een muts. Die heb ik nog een grappige bij. Is leuk. En dan wil ik deze schoenen erbij aandoen. Ik denk dat ik het wel leuk vind dit. Ik voel me hier op zich wel fijn in. Ik vind het wel stoer. Volgens mij past het ook wel bij het thema van de fotoshoot. Het thema. Duimpje omhoog. Duimpje omhoog. Alleen, dan moet je mijn haar eigenlijk nog knippen. Ja, leuk. Tenminste, ik vind op zich dat het nog wel prima zit. Maar daarvoor wil ik graag nog mijn haar een keer knippen. Goed idee voor zo'n fotoshoot. Ik weet het niet zo goed. Want vorige keer wel heel goed gelukt. Toen was ik wel echt blij mee. Dus misschien moeten we het gewoon doen. Wil je dat nou nog doen? Jawel. Echt? Moet ik wel mijn haar wassen hoor. Want dat is echt fucking vet. Dat kan toch na de tijd? Dat knipt toch helemaal niet fijn als je haar zo vet is? Nee, ik heb geen idee. Nee, dan moet je voor de tijd knippen. Doen ze bij de kapper ook. Nou, ik zal even denken. Dit is denk ik voor nu een go. Heb je geen andere opties? Nee, weet ik veel. Ik ben echt helemaal inspiratieloos. Ik heb ook echt niks te doen, ik zo mijn gevoel. Mijn eigen haar dan. Hallo, ik zit hier. Ik heb een speculatie voor u. Heb ik zelf al gepakt. En thee ingedaan, dat zeker wel. Dankjewel. Stuur. Zo, daar zijn we weer. Ik heb me aangewassen. Absalon Roma. Nou, ik ben benieuwd. Succes. Ja, dankjewel. Dan moet het beter gaan dan de vorige keer, hè? Oh, ik vond het vorige keer goed gelukt. Ja? Ja. Komt alweer over je oren. Keusje. Ja? Mm-hmm. Het is nu veel minder spannend dan de vorige keer. Ik vind het spannender. Waarom? De pressure. Pressure? Ja, ik hoop dat het goed gaat, anders dan verprust ik jouw fotoshoot. Ik heb altijd nog een bus. Ja, dat is wel zo inderdaad. Ben je daar ook over uit of die aan was of niet? Ja. Dat was mijn haar. Dit ligt er nu op de grond. En zo zie ik er nu uit. Goed gelukt. Jee, oh, het is wel echt de camera ook aan wennen, joh. Ja, joh. Oh, mooi. Heel veel korter. Ja, het is echt veel korter. Ja, ook echt. Ja, mag nog wel korter. Ja, die zijkanten van de vorige keer nog wel lang. Die zijn nou wel mooi kort. Ja. Heel eng om dat zo kort te doen. Ik ben er wel blij mee. Yay. Dankjewel. Ik ben meer tevreden dan de vorige keer. Dus oh, dat is goed. Ja. Nee, het is echt mooi. Ja, het is dan nog helemaal nat en ik heb geen gel en weet ik veel, maar volgens mij is het wel goed gelukt. Nou ben ik heel moe, nou ga ik slapen, want het is al 10 uur of zo. Ja? Ja? Deze van gewoon even ophalen? Ik ook niet. Even het gordijn dicht, want het is wel heel veel licht. Ja, beter. Ah, het is de hele dag al zo'n chaos in mijn hoofd. Ik ben een beetje zenuwachtig voor die fotoshoot. Ik weet niet zo goed wat ik moet doen. Ik loop maar een beetje door huis heen en ja, ik weet het niet. Ik heb nu in ieder geval even gedoucht. Maar in ieder geval heb ik gefrist. Ik wil me zo nog even scheren. Dit is dus wat ik aan ga doen. Ik doe nog even dicht. Ik hoop dat dit leuk is. Ik voel me zo suf. Dan denk ik van ja, dan kom ik aan met mijn tuinbroek, weet je wel. En mijn hoodie. Is dat nou echt leuk?
Ik weet het niet, ik twijfel overal over. En kijk ik op die Instagram pagina van die fotograaf, dan zie ik allemaal vet coole artistieke foto's. En dan denk ik, ja, dan kom ik dan aan met mijn duimbroek. Het zal. Ik weet het niet. Ik kan ook zo even niet anders bedenken. Ik denk dat het het gewoon wordt. Het zal. Ik weet het allemaal niet. Het is ook de eerste keer dat ik zo'n fotoshoot doe, dus ik voel me helemaal onvoorbereid en ik heb totaal geen idee wat ik moet verwachten. Ik ben wel blij dat mijn haar zo goed gelukt is. Dat is echt wel mooi geworden. Dan doe ik waarschijnlijk toch een muts op. Dat vind ik wel weer leuk. Zo'n gele muts met deze groene hoodie. Ik denk dat dat wel grappig is. Ik doe ook wel wat. Zo. Weer lekker glad. Weet je wat trouwens echt irritant is? Ik heb echt nooit puistjes. Tenminste, ik kan echt niet zeggen. Ja, klopt. En ik heb nou ineens gewoon puistjes op de dag dat ik een fotoshoot heb. Op mijn neus, ja. Die is een paar dagen geleden ontstaan. Die is inmiddels al wat minder, maar het is nog steeds een rare rode vlek. En hier. Nou, die zag ik trouwens in mijn video van donderdag ook al wel. Het is toch typisch dat dan de week voordat ik een fotoshoot heb, ik ineens allemaal puistjes krijg. Zo, ik echt, nou, al heel lang geen puistjes meer heb gehad en ook bijna nooit heb. Stress. Ja, misschien wel, ja. Stress. Nou ja, het zal wel, hè. We hebben altijd nog Photoshop. En dan is dit wat ik waarschijnlijk aandoe. Of nou ja, zeker aandoe. Ik twijfel nog steeds, maar ik vind het wel leuk. Wat vind jij dat? Momentje. Oh ja, ik had die trui met die roze kraag nog gezien. Ja, kan ook. In combinatie met die tuinbroek. Nee, die tuinbroek is dat niet mooi. Nee, ik denk dat ik die tuinbroek juist wel leuk vind, omdat het juist om een half portret gaat, zeg maar. Wat ze namelijk gaan doen is van mijn gezicht dus een close-up en een half portret. Dus dan komt het bovenste gedeelte erop en dan vind ik het wel leuk als je die tuinbroek ziet. Vind je ervan? Ja, ik vind het heel leuk. Ik hou hier wel van. Ik vind het ook wel leuk. Ik vind het wel blij mee met zijn muts. Ja, vind ik ook leuk. Ja, dat is wel grappig erbij, hè? Ja. Ik ken ook wel zonder. Want ik heb niet het hak eruit gehaald. Nee. Maar ik weet niet. Ik vind het op zich wel iets hippigs hebben of zo als je die muts erbij op hebt. Maar misschien kan hij er wel een paar zonder en een paar met maken. Ja, wie weet. Nou, maar ik vind het wel leuk erbij. Ik ook wel. En dan wil ik deze jas ook nog meenemen, zodat ik daar nog een beetje cool mee kan doen. Geen idee hoe, maar dan kun je die zo een beetje over je heen gooien of zo, weet ik veel wat. Dan kun je vast iets leuks mee. Ja. Nou, ik denk dat ik er klaar voor ben. Ik ga op mijn longboard, dan ben ik weer sneller en dan vind ik het wel chill. Misschien dat ik nog ook nog voor de foto's kan gebruiken of zo, ik weet het niet. In ieder geval moet ik nu gaan. Wish me luck. Ik ben even aan het wachten. De fotograaf belde al. Als het is, komt hij er zo aan. Ik geloof dat ze met meerdere mensen zijn, dus spannend. Nou, het zit er alweer op. Ik ben klaar. Het ging echt super snel. Maar ja, volgens mij ging het wel goed. Het waren echt hele toffe gasten. Ze waren met z'n tweeën. Heel aardig, heel relaxed. Het was eigenlijk wel gelijk op mijn gemak, terwijl ik van tevoren best wel spannend vond. En ik ben benieuwd. Ja, weet je, het gaat dan zo snel dat je denkt, oké, nu al klaar. Het zal, maar volgens hen zat het ertussen, dus I don't know. We gaan het zien. Nou, ik ben weer thuis hoor. Ik ben even aan het bijkomen van wat er zojuist allemaal is gebeurd. Ja, zoals ik al zei, het ging echt zo snel. Echt het idee van, wat de fuck is me overkomen? Op zich wel chill dat het zo snel ging. Het is waar echt, ja, ik heb het allemaal al gezegd, maar ik moet het gewoon nog een keer zeggen om, ja, om dit hele gebeuren te verwerken. Ze waren echt super relaxed en gaf goede aanwijzingen over wat ik moest doen en hoe ik moest kijken en zo. Want ja, ik heb dit ook nog nooit eerder gedaan. Ja, ik denk dat het wel cool is. Hey Annie. Annie krap bij mij op schoot. Dat is lief. Het worden gewoon echt portretten. Niet iets heel geks of zo hoor. Dus ja. I don't know. Ik ben heel erg benieuwd. Ik weet eigenlijk ook helemaal niet of ik alle foto's nou krijg of zo. Of dat er eentje wat uitgekozen of twee dan wat uitgekozen die ik dan krijg. Ik heb geen idee. We gaan het zien. Het was wel leuk. Het is ook wel leuk om zoiets een keer te doen. Toen ik dit berichtje kreeg of ik hier aan mee wilde doen via Instagram, dacht ik, I don't know, spannend. Nog nooit eerder gedaan. Durf ik dit wel? Dus ik was heel geneigd om te zeggen, nee, dat gaan we niet doen. En zelfs toen ik ja had gezegd, toen was ik nog in de verleiding om te zeggen van, nou, oh, sorry, die datums die je noemt, dan kan ik gewoon niet. Sorry, het kan niet doorgaan. Maar ik heb besloten dat ik het gewoon moest doen en ja, gewoon eens iets nieuws proberen en uit mijn comfortzone stappen. Ik denk dat dat wel goed is. Het was leuk. Ik doe mee aan een hele toffe campagne. En ik heb er ongetwijfeld iets van geleerd. Het was sowieso leuk en ik krijg leuke foto's door. Dus ja, ben wel blij dat ik het heb gedaan. Ik, die dan de hele dag al gezond aan het doen is en mezelf aan het verzorgen ben. Veel water drink, zodat ik een beetje fatsoenlijk uitzie voor de fotoshoot. Also niet, na de fotoshoot, een halve zak chips leeggereten. Maar het weer blijft wel mooi. Oh, dat is wel chill. In Zeeland dan. Oh, daar is het wel kouder. Oh ja? Is dat echt?
Dan kunnen we ergens anders naartoe doen, onze Zeeland. Ja. Kunnen we ook nog Limburg kijken? Oh, ja. Goedemorgen mensen, het is vandaag zondag en wij zijn aan het kijken naar hotels. We hebben twee leuke hotels gevonden, maar nou, het zijn nog twee uitersten. Of het is in Zeeland of het is in Maastricht. We twijfelen een beetje waar we naartoe willen. Dat hotel in Maastricht zijn we een keer eerder geweest. Dat was echt super chill. Voor mijn verjaardag ooit een keer cadeau gekregen. Maar ja, Maastricht zit natuurlijk op slot. De winkels zijn natuurlijk dicht, maar Maastricht zelf is wel heel mooi. En het wordt al lekker weer. Maar in Zeeland zit je aan het strand. Dus dat is natuurlijk wel super chill. Maar daar wordt het ietsjes kouder. Wel zonnig, maar wel 13 graden of zo. Terwijl het in Maastricht, wat werd het? 18 graden of zo? 19 zelfs, dus dat is nu ook wel echt super chill weer. Dus we weten dat die zo goed. Daphne gaat even pannenkoeken maken en dan kunnen we er even over nadenken met een gevulde maag. Ja, gewoon lekker buiten zitten. Annie lijkt het ook wel wat. Oh ja, buiten zitten, dat is een goed idee. Het is echt zo lekker weer. Ja, je hebt het toch twijfel gemerkt. Maar wat een omslag, hè. Ik zat net nog toevallig naar de beelden te kijken die ik moest wissen van mijn camera omdat mijn geheugen vol was. Maar stond ik gewoon in de sneeuw en dat is echt letterlijk 5 dagen geleden of zo. Dus wat, zo raar. En nu is het echt super warm, die zon schijnt. Alles staat alweer in bloei. Bizar. Je kunt gewoon buiten eten. We hebben gisteren zelfs al geluncht buiten. Ja, het was ook wel weer kouder, hè? Ja, dat wel. Maar nu, dit weer nu, dat is echt... echt heerlijk. Ja, het is wel heel lekker. Maar ik mis de sneeuw ook wel een beetje. Ik ben waarschijnlijk de enige van heel Nederland. Want ik zeg tegen iedereen dat ik de sneeuw mis en iedereen verklaart me voor gek. En als het dan dit weer is, kan ik gelijk weer verder met mijn favoriete hobby. Oh, de deur is op slot. Jij wat sleutels zijn? Mijn favoriete hobby dus, in de lente. En dat is mijn blauwe regen verzorgen. Eens kijken of die alweer een beetje uitloopt. Want voortaan, die loopt namelijk al gewoon weer uit. Ja joh, hier zitten ook al knopjes aan. Leuk. Zie je dat? Allemaal al knopjes waar straks takjes uit gaan komen. Verder ziet hij er erg treurig uit. Maar goed, dat komt wel weer. Dat is dan wel weer iets waar ik dan heel erg veel zin in heb. Als dan de winter voorbij is, dan mag het voor mij ook wel weer volop lente worden. Dat ik lekker weer in de tuin bezig kan. En met mijn plantjes bezig. Helemaal zin in. Hè? Ja, er komen alweer met knopjes aan. Jee. Leuk hè? Heel leuk. Echt benieuwd hoe hard het dit jaar gaat groeien. Ja, die stam is echt al een stuk dikker. Dit is echt veel dikker geworden. Hij is daar door de storm laatst, of laatst al een paar maanden geleden, maar is hij een beetje gek gaan hangen. Ja. Ik kan er nou niet bij, want die stijger staat er niet meer. Wat is de zon, joh? Oh, hallo. Ik geloof niet dat dat veel heeft gedaan, maar het idee was leuk. Nee, ja, nog steeds letterlijk hetzelfde, maar ik geloof dat het wel prima is. Ziet er goed uit. Ja, ze zijn dus heel raar. Ja, met zelfreizend bakmeel. Nou, prima toch, zal er wel op smaken. Ja. En Booba heeft ook zijn eigen pannenkoekje. Hoi dat Booba, pannenkoekje voor jou. Pootje? Ja, papootje. Goed zo. Mijn camera rust nu tegen jouw pannenkoek aan, zie je dat? Maak een goed statief. Zo dik is hij. Zijn wel lekker. Heel lekker. En lekker in de zon. Heel zo. Bijna alsof we op het terras zitten. Ja. Nou mensen, wij zijn eruit. Het wordt... Maastricht! Kut dit. Ja, ik wist helemaal niet wat je ging doen. Oh, echt niet? Nee, natuurlijk niet. Het doet gewoon mee. We weten niet zo goed waarom, maar we hebben gewoon zin om naar Maastricht te gaan. Dat wordt al lekker weer en vinden we het een leuke stad. Coffee to go. Coffee to go. Altijd goed. Dus ja, Maastricht, even boeken. Ik moet even vertellen hoe we bij dit hotel... Wat? Ik had dat niet verteld? Ja, ik had al verteld dat we een keer eerder zijn geweest voor mijn verjaardag. En dat was een heel chill hotel. Nou wil ik wel de deluxe kamer. Deluxe. Ja, maar die heeft volgens mij een eigen badkamer. Die andere volgens mij niet. Oh. Of wel? Oh nee, oh nee, dit is nog. Dat was hem wel, hè? Oh nee. God, hij boekt bijna het pannenboek in huis. Oh ja, dat is dan een andere kamer dan die andere keer. Ja, die andere is 20 euro duur. Ja, wat je wil. Nee, dat weet niet, maakt niet veel uit eigenlijk. Ja. Ons mag mee, hè? Ja. Ik ga nog één keer voor de zekerheid nakijken. Ja, uitzicht toegestaan. Apart joh, het is echt een vet mooi hotel, maar dan mag gewoon... Boebaatje mag mee. Ja, echt chill. Dat was wel een van de vereisten dat Rond mee mocht. Onze eerste vakantie met Booba. Ja, en normaal dan is het ook wel lastiger om hem mee te nemen, want dan wil je dingen gaan doen. Maar je kan nu letterlijk niks doen, dus kan hij heel goed mee. Daarom. Ik weet niet wat het verschil is. We gaan even kijken wat het verschil tussen de kamers is. Dan komen we daarna weer bij je niet terug. We zijn eruit. Het wordt de luxe kamer. Het staat wel een beetje tegen mijn eigen besparingsregels in. Ja. Ja, het raakt sowieso tegen al onze principes in. Ja. Maar nou ja, we hebben niet echt een fatsoenlijke badkamer hier en daar. Dus dan de badkamer sowieso fijn. Dus. Ja. Wij hebben geboekt! Yay! Nou mensen, bedankt voor het kijken naar deze weekvlog. Het waren wat minder dagen dan normaal, maar ja, het was ook een beetje een gekke week. Ik al verteld. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Vergeet niet te abonneren, want dan ga je ons zien in Maastricht. Hey. Doei, tot in Maastricht. Hoi.